De ontwikkeling van televisie beginnen programmamakers in de jaren 60 op verschillende manieren met het medium te experimenteren. Zo wint Rudy Karel in Montreux de Zilveren Roos voor een showprogramma waarin de beeldschone Esther Ovarim op een in de studio nagebootst eiland aanspoelt. Een programmamaker die voortdurend de aandacht op zich weet te vestigen is Willem Duis. Duis is in Nederland de uitvinder van de talkshow. Praatprogramma's waarin de zaken des levens voor een televisiepubliek aan de orde worden gesteld. In zijn Voor de Vuist Weg ging Duis daarbij een rel niet uit de weg. Ja, de bekende rellen. Het zijn er heel veel geweest hoor, als je echt goed gaat terugkijken. De kruidendokter die ik tot aan de rand van de afgrond heb mogen brengen, tot aan de moeder van het verkrachte meisje, waarover de kranten werkelijk weken vol hebben gestaan met ingezonden brieven, tot de neus van Toon Hermans, die ik zelf geproduceerd zou hebben. Ach, er was altijd wel een rel. Leuk was het. Minder leuk vindt Nederland de rellen die het huwelijk tussen Claus van Amsberg en prinses Beatrix omgeven. Rellen die via de televisie in vele landen worden opgemerkt. In 1967 verschijnt de eerste blote vrouw op de televisie. Nederland raakt in rep en roer. In hetzelfde jaar wordt de kleurentelevisie geïntroduceerd en opnieuw komen overheid en Virato eraan te passen om het product op de markt te brengen. Ik heb hiermee de Virato voor geopend en ik heb tevens het genoegen de kleurentelevisie hierbij te introduceren. En nou proberen we... Het aanstootgevende programma Hoepla met de blote vrouw wordt van het scherm gehaald. Nederland vermaakt zich liever met de grappen van Hadi Massa. Kom bij de hoogovens. Gezelligheid aan de lopende band. Leuke meisjes van je eigen leeftijd. Mogelijkheden voor flinke mannen. Kom bij de hoogovens. Kom bij de hoogovens. Gezellig, gezellig, gezellig. Leuk, 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 leuk. In 1969 houdt de wereld de adem in als via de televisie kan worden gevolgd hoe de eerste mens voet zet op de maan. En in Nederland breekt een nieuwe rel uit als Gerard van het Reven ter gelegenheid van de uitreiking van de hem toegekende PC Hoofdprijs minister Marga Klompé durft te zoenen. En natuurlijk heb ik daarbij gedacht, want de menselijke motieven zijn nooit zuiver, heb ik gedacht aan de pers en heb ik gedacht aan de foto op de voorpagina zoen voor die minister, want ik heb een winkel en ik heb een handel. Maar... situatie. Ik gaf die vrouw, die waar ik groot respect voor had, een hand. En ik kuste haar zedig op beide wangen. En zij schrok daar niet van. Dat was helemaal zoals het hoorde. Ook in de jaren 70 blijven medewerkers van de VPRO bezig met hun grensverleggende televisieactiviteiten. Zoals de beruchte Fred Haché, Barend Servet en chef van Oekel Shows. Ik had ze nog nooit van mijn leven gezien. Dus wij zitten hier, mevrouw en ik, buiten. Ja, we stopten zo een lelijk eentje en dan komen die vier figuren eruit. Ik zeg tegen mevrouw, messen slijpen, kijk nou eens wat er binnenkomt. Nou, ik had een stelletje video die te geloven waren. Ik zeg tegen hem, toen ze weg waren, tegen mevrouw, wat zal dat voor... Want ik zeg, wanneer moeten we... Zo, wanneer had u dat willen doen dan? Hè? Wanneer gaan we dat doen? Hij zegt, morgen. Godverdomme! Dat neem ik jou hoog! Barend. Ik had alleen maar bedoeld dat de trekker losging. Nou, dat had toch wel leuk geweest? Ja, wat moeten de mensen nu wel denken? Ik had toch ook niet vermoeden. Hoezo? Hoezo? Staat het er niet zo dom te suffen, balgehakt? Doe liever iets! Veel Nederlanders reageren hysterisch als een imitatiekoningin als spruitjeschillend ten tonele wordt gevoerd. Ja, u zult wel denken, wat zit onze borst in u te doen? Ja. Nou, gewoon spruitjes gewoon te maken, dat vind ik leuk werk. Ja. En dat is nou een karweitje wat ik moet door niemand uit de handen laten nemen. Ik heb gehoord, en ik ben er niet bij geweest, dat de koningin, die was toen, dat was toen uiteindelijk natuurlijk niet Beatrix.
Die zal wel gelachen, want die lacht altijd. Maar de koningin zelf heeft het hele spul naar Soestdijk laten komen en laten viewen. En die hebben zich de zenuwen gelachen. De grote aanstichter van het kwaad is de even boosaardige als geniale grappenmaker en kunstenaar Wim T. Schippers. Ja, nee, het is heel doelbewust zijn er zedenkwetsende en godsdienstige gevoelens, kwetsende onderdelen, heel zorgvuldig en ons razend knap ook in verwerkt. Dus het is, wat mij betreft is het heel goed gelukt als bepaalde mensen ergens over vallen en dat is de bedoeling. Op 21 april 1976 zendt Veronica, dat voorlopig als laatste omroep tot het bestel wordt toegelaten, haar eerste televisieprogramma uit. Er is een bekend Kamerlid dat eens gezegd heeft: Veronica is de bijl aan de wortel van ons omroepbestel. Als in uw belang een wortel moet worden doorgehakt, dan wil Veronica best die bijl zijn. You are just the only one for me, Veronica. Terwijl series, praatprogramma's, steeds meer sportuitzendingen en steeds grotere prijzen belovende spelshows de kijker blijven afleiden, begint het bedrijfsleven zich in de jaren 80 opnieuw te manifesteren. Nadat Amsterdamse piraten de behoefte aan meer zendtijd en aan meer films hebben aangetoond, begint in Nederland een nieuwe ronde in de discussie over hoe de toekomst van de media eruit moet zien. Als dichtbekabeld land wordt Nederland het speerpunt voor commerciële satellietomroepen die hun programma's leveren aan plaatselijke kabelexploitanten. Op 5 mei 1984 maakt een groot deel van Nederland kennis met de programma's van Sky Channel, die vooral zijn gebaseerd op series waarmee TV Noordzee 20 jaar eerder succes had. Desondanks wordt Sky Channel in Nederland enthousiast begroet. We're reaching out to you with a world of non-stop entertainment for all the family. Sky Channel, we're reaching out to you. De kabelexploitanten zijn blij met het nieuwe aanbod, terwijl het Nederlandse bedrijfsleven in het toelaten van Sky Channel een aanwijzing ziet dat de Nederlandse overheid de eigen industrie eindelijk een kans wil geven. Het bedrijfsleven heeft zich eigenlijk nooit bij deze Nederlandse oplossing neergelegd. En dat heeft te maken met de continuïteit van een bedrijfstak waar 60.000 mensen in werken. En die moeten niet een belangrijke inkomstenbron zien vertrekken. De televisie moet eigenlijk onafhankelijk zijn van de overheid en onafhankelijk van adverteerders. Dat is het ideaal. En zo'n model is in Nederland ook gekozen. Het eerste kabinet Lubbers komt het bedrijfsleven tegemoet door abonnee-televisie toe te staan. Er is de mogelijkheid voor gegadigden om abonnee-televisie te bedrijven. Dat is door dit kabinet mogelijk gemaakt. En in die zin is er denk ik wel degelijk een opening naar de nieuwe techniek geboden. Nadat verschillende kandidaten zich daarvoor hebben gemeld, gaan uiteindelijk alleen de inmiddels gefuseerde VNU en Filmnet van start. Een jaar later trekt het Nederlandse bedrijfsleven zich alweer terug. De maatstaven die wij ons gesteld hadden, werden niet gehaald. En dat was een reden voor ons om niet langer in die langere, vermoedelijk langere verliesgevende situatie te blijven. Na de komst van Sky Channel worden de televisiegrenzen in hoog tempo verlegd. Musicbox, het Franstalige TV 5, Europa TV en de Engelse BBC dringen door tot de Nederlandse kabelnetten. Het meest opvallende gevolg van al die nieuwe omroepen is een lawine aan videoclips. Voor omroepen een goedkope beeldvulling, omdat de videoclip tevens is bedoeld als reclameboodschap voor een grammofoonplaat. Dankzij de videoclip hoeven beroemde en dus dure artiesten hun kunsten niet meer live te komen vertonen. Een ontwikkeling waar Henny Huisman op inspeelt met zijn playbackshows. Elvis Presley! Are you lost? De internationalisering van televisie brengt nieuwe aspecten met zich mee. Open het dorp wordt via een manifestatie als Live Aid open de wereld. Maar tegenover een goed gebruik van grensoverschrijdende televisie worden ook waarschuwingen gehoord tegen misbruik van televisie in de handen van terroristen.
De discussie in ons land over uitbreiding van zendtijd leidt na veel geharrewar tot een nieuwe mediawet. En daarin wordt onder meer een derde net in het vooruitzicht gesteld. Het mediabeleid is een optelsom van compromissen, daar schaam ik me niet voor. Maar ik zeg dat moet, omdat een aantal belangen moet worden afgewogen. En in de belangenafweging van minister Brinkman gaat ook deze zendtijduitbreiding aan het bedrijfsleven voorbij. Ik heb toch wat duidelijke aanwijzingen dat in de strijd van het afgelopen jaar rond commerciële televisie, dat er toch vanuit de conventionele omroepen een zekere dreiging is geuit richting CDA'ers in het kabinet. Dat mensen wel eens minder ter wille zou kunnen zijn qua publiciteit op de televisie als men commerciële televisie zou toelaten. 35 jaar televisie in Nederland heeft te zien gegeven dat tv een steeds grotere rol in ons leven is gaan spelen. En daarbij is de strijd om de kijker steeds ten nadele van het bedrijfsleven en ten voordele van het omroepbestel beslecht. Zal dit patroon zich in de toekomst blijven herhalen? En het is mijn vaste overtuiging dat wij met dit bestel, aangevuld met een derde net, goed geprogrammeerd en in een verstandige samenwerking met de ster die toch voor de reclameinkomsten moet zorgen, dat dit bestel in staat is om die reclameguldens aan Nederland te binden. Commerciële televisie en radio is in Nederland onvermijdelijk. Dus het moet komen of je het nou leuk vindt of dat je het niet leuk vindt. En dan hebben we het even over 1986. Televisie is natuurlijk iets. Het is, televisie is heel fijn als je het hebt. Maar als de televisie jou hebt, dan is het net als met geld, dan wordt het schrikbarend. Ik omwijs dat altijd in een mopje dat een gezinnetje met drie kinderen, en die man, vrouw en drie kinderen, en die man nu werkeloos, en die gaat van 's middags 2 tot 's nachts 2 naar de televisie kijken. Dat gaat iedere dag, 's middags 2 tot 's nachts 2 televisie. Zaterdagavond, de meest gezellige avond in een gezin. Wat gebeurt er? De beeldbuis knapt. Dus die man die heeft ineens geen televisie, die draait zo het licht aan in die kamer, kijkt zo naar zijn kinderen. Hij zei, potverdorie, wat zijn jullie groot geworden?